Nou, we staan hier in het prachtige Kroondomein. Dat is een schitterend stuk natuur midden in Nederland. En in dat hele dichtbevolkte Nederland hebben we dus dat hele prachtige bos. En het grappige daarvan is dat sommige mensen ervan denken dat het bos zo mooi geworden is, omdat het dus de mensen hun handen eraf gehouden hebben. Dus dat het heel natuurlijk ontstaan is. Maar het interessante is dat dat juist niet het geval is. Dit bos, het Kroondomein, is door voortgaande generaties van de koninklijke familie steeds heel zorgvuldig onderhouden en heel zorgvuldig beheerd. En dat is ook een brug die ik altijd wel graag maak naar bijvoorbeeld wild. Want wild, dat wordt natuurlijk direct geassocieerd met jagen. En bij jagen denken heel veel mensen alleen maar aan het feit dat beesten doodgeschoten worden. En dan zeggen we, dat moeten we niet willen. Maar de andere kant van het verhaal is dat het ook dat beheer is. Dus het zorgvuldig in balans houden van zo'n natuurgebied met de dieren die in die natuur wonen. Die balans, dat is een heel zorgvuldig verhaal waar eigenlijk de mens bij nodig is. En als die mens zijn werk goed doet, dan krijg je dus uiteindelijk een hele hoge kwaliteit. Niet alleen hoge kwaliteit van het gebied, dus waar je rondloopt, maar ook een hele hoge kwaliteit van de kwaliteit van het vlees wat je daaruit oogst. En dat is wat mij betreft wild. Wild is dus niet zomaar Bambi of een ander leuk beestje. Nee, wild is voor mij het meest natuurlijke vlees wat er is. Vlees uit de natuur, wat afkomstig is van dieren die dus bij wijze van spreken zelf hun eten bij elkaar geschuild hebben, nooit bijgevoerd zijn, zelf gedaan hebben wat ze de natuur hun ingeeft. En ja, die hebben dan hier een prachtig gebied om, laten we zeggen, rond te scharrelen. Wild is dus dat ultieme scharrelvlees. En wat daar dus eigenlijk wonderlijk aan is, is dat desalniettemin rond wild altijd nog die die misverstanden of die ouderwetse gebruiken omheen blijven hangen. Dus er zijn, wij vinden het hier heel normaal. Hè? De Egelput heeft zich vanaf de jaren 60 al heel erg gespecialiseerd in wild en in de producten die van het bos, ook de paddenstoelen en de bramen, de vossenbessen, de bosbessen. We wilden graag alles wat maar direct van onze omgeving was gebruiken. En bij wild hebben we dat dus ons hele leven gedaan. Ik weet niet anders. Voor mij is het ook eigenlijk, moet ik maar zeggen, niet zo heel bijzonder om wild te eten. En het verbaast me wel eens dat het dus, terwijl deze maatschappij zo graag naar duurzaam gaat en naar biologisch en waarde hecht aan die biotoop, waarde hecht aan weinig food miles. Ja, dan verbaast het me wel dat Nederland toch ook een heel rijk land is aan wild. Dat er zo weinig andere plekken zijn, zo weinig andere restaurants zijn die dan buiten de maanden wat men dan het wildseizoen noemt, toch ook wild op de kaart durven zetten. Neem maar even ganzen. Ik bedoel, hoeveel gebieden in Nederland zijn er niet waar eigenlijk de ganzen echt een plaag zijn, een probleem is. Nou, de culinaire oplossing van het probleem is, eet ze. En bedoel het wel goed, verdiep je in het beest en probeer dus qua bereiding het zodanig te krijgen dat ook iedereen zegt van jeetje, mina, dat ik nooit gans gegeten heb, hartstikke lekker. Nou, zo zijn er talloze voorbeelden van dieren die gewoon, als je ze niet bestrijdt, een plaag zijn. En als je ze culinair oplost, die plaag, dan heb je een fantastisch product op je bord. Die heel vaak, ook qua kosten, heel erg vergelijkbaar is en soms zelfs goedkoper is dan wat je, laten we zeggen, uit de industrie moet kopen.